in de bus. En we gaan naar de Efteling met mijn hele klas. Dat is even mijn vriendjes. Ik ga zo meteen nog een video maken wanneer ik in de Efteling ben. Dan is het rood. Dan is het niet zo raar. Dus tot zo meteen. Ik ben er, jongens! Bij de Efteling. Onze groep gaat. Kunnen jullie mijn nee niet horen, maar dat is te mooi. Ja, wow. Mijn kleine vriendje is er ook bij. Klein? Ja, dit keer klein. Ik sta helemaal niet op mijn typen of zo. Nee, echt letterlijk, ik sta niet op mijn typen. Nee. Maar Kelly, is dat voor je? Echte Kelly. Sorry voor al het geluid, maar we zijn hier nog in de hal, dus wanneer we even buiten zijn, dan is alles oké, oké? Zojuist is mijn eerste attractie gegaan. Oh, het is wel vredig. Oui, mais ça va pas vite. Hé, Wanoop. Hé, je best kijkt. We gaan nu in de baron. Normaal gezien gaan we wel vandaag in de baron. Mannen, het gaat raar. Oké, jongens. Ik heb hier nu 70 cent. De jus, hoe doe je het? Zo 70 cent. En ik ga vragen aan iemand of dat ze mij voor deze 70 cent 1 euro kunnen doen. Dus dat is 30 cent verschil. Dus ik zal proberen. Het lukt me hopelijk wel de volgende keer. Dat gaat lukken. Hopelijk wel dat het de volgende keer gaat lukken. En als je nog steeds zit te kijken, abonneer. Want er komen nog heel veel leuke dingen aan. Gewoon wachten tot de zomer. Die eigenlijk nu al is, maar gewoon wachten tot dat school voorbij is en dat school moet gaan. Je weet wel wat ik bedoel. Ik ben nu in de bus en ik was vergeten om te filmen, maar ik had het wel heel leuk gehad. Alleen konden we maar 3 attracties. Beetje min. Maar zeker weten naar de Efteling gaan. Zeker weten. Wij zijn hier maar 3 uur gebleven. Ik kan hier zoveel van afhalen. Zelfs de reis ernaartoe en terug is zelfs nog langer dan hoe lang we hier zijn gebleven. Nou, we hadden geen tijd. Dus ja, voilà. Dus, ik zie jullie bij de volgende video. Abonneer zeker. En ciao.